Welkom. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van ons WSD-journaal. Karin Eekamp werkt bij LFT Coating in Best en is onlangs ambassadeur geworden van de Stichting ABC. Ze vertelt ons haar verhaal. We nemen een kijkje op de werkvloer van Het Goed in Schijndel, waar Stijn van den Broek en Dorette Verstappen actief zijn als taalbuddy. 8 september was het de dag van de alfabetisering. En ter gelegenheid hiervan heeft WSD op verschillende plekken binnen de organisatie kleine boekenkastjes geplaatst. Nou ja, het lezen en schrijven is natuurlijk onmisbaar en is heel belangrijk. En er zijn gewoon toch veel mensen in Nederland die nog niet of moeite hebben met lezen en schrijven. Kijk naar de plaatjes. Zoek de letters. Boekenkastje staat hier voor mensen die niet goed Nederlands kunnen of onalfabetisch zijn, die niet kunnen lezen. Die daar dan een boek uit kunnen halen en kunnen kijken in het boek wat erin staat. Ja, in Nederland zijn er 2,5 miljoen mensen die niet kunnen of moeite hebben met lezen en schrijven. Nou ja, stuur eens een WhatsApp-berichtje. Je merkt dat mensen die niet kunnen lezen en schrijven vaak spraakberichtjes sturen. En daar merk je het al aan. Het zijn die kleine dingen, een bonnetje lezen of op je werk. Daar heb je ook lezen en schrijven voor nodig. Ja, dat is een toetje, ja. Ja. Nou, wij hebben bij verschillende locaties bij WSD boekenkastjes neergezet. Met boeken, stripboeken, maar ook boeken in makkelijke taal. Zodat mensen in de pauze of samen met hun taalbuddy in de pauze boeken kunnen lezen. En hopelijk dat ze dan ook denken van, oh, lezen is eigenlijk wel heel leuk. Dit is een ABC-boek. Misschien moet ik vaker lezen of misschien kan ik inderdaad hulp zoeken, hulp vragen om mij te helpen om te leren lezen. Nou, ik kan contact opnemen met mijn collega Annemarie Straatsma. Zij is ook NT2-docent, maar bij haar kun je terecht met een hulpvraag en zij kan je doorverwijzen naar de juiste plek. Binnen WSD worden posters opgehangen met de informatie hoe je ook bij haar terecht kan komen. Naast ondersteuning bij alfabetisering is het ook de wens van WSD om medewerkers te ondersteunen op het gebied van financiën. Wist je dat je bij je leidinggevende om een budgetcoach kunt vragen? In het volgende WSD-journaal stelt zij zich voor. Ik zie die hier toevallig. Nou hebben we hier al een haar. Ik ben Stijn van den Broek. Ik ben 33 jaar. En ik werk nu sinds 2,5 jaar bij Het Goed. En de neventaak die ik heb is taalbuddyschap. Ja, en dat vind ik gewoon super om te doen. Ik ben Dorette. Ik kom uit Sint-Oederode. En ik werk hier bij Het Goed in Schijndel. En ik ben ook taalbuddy. Voor mij is het leuk om te zien dat mensen groeien. En dat ze gewoon met een blij gevoel naar huis gaan. Dat ze een paar woordjes hebben geleerd en die ook trots vertellen. Ik ben Diala. Ik kom uit Syrië. En werk in Het Goed in 6 maanden. Ik vind het fijn en leuk werken in hier. Ik praat van collega en leren Nederlands en goed. Mijn taalbuddy die assisteert mij en ik assisteer de taalbuddy. Dus ik zie het niet als een last. Nee, ik zie het als een win-win situatie. Voldoening als ik zie dat zij iedere keer een stapje verder komen. En ja, ook weer een stukje ontwikkeling voor mezelf ook. Je moet gewoon iemand zijn die graag mensen wil helpen. Je moet enthousiast zijn. En je moet denk ik ook leren, dan moet ik zelf ook, toch soms geduld hebben. De kleine dingetjes, de kleine stapjes. En als je dat kan, dan denk ik dat je een hele goede taal buddy of coach kan zijn. Hoe
moet altijd eerlijk over zijn dat je niet kunt lezen en schrijven. Want je moet je eigen niet voor de gek houden. Want dan kom je niet zo ver. Ik moest altijd vragen aan mijn zoon voor lezen en schrijven. En ja, toen is hij een beetje depressief van geworden. Ik heb het altijd eerlijk gezegd, bij de WSD ook. Toen ik begon bij de WSD ook. Ik werk nu 40 jaar bij de WSD. Je bent nooit te oud om te gaan leren. Ik vond het wel fijn dat ik begon lezen en schrijven. Ik heb veel stappen ondernomen. Veel oefenen. Ik ben naar de bibliotheek gegaan voor boekjes te halen. Maar iets makkelijke boekjes, want moeilijke woordjes kom ik nog niet helemaal uit. WSD heeft veel voor mij betekend. Ik ben daar op les gegaan bij lees- en schrijfcursus. En zodoende ben ik bij ABC binnengerold. Stichting ABC komt op voor de belangen van laaggeletterden en verzorgt voorlichting en ontmoetingen van taalambassadeurs. Bij Stichting ABC dan doen wij bespreken hoe dat is als je niet kunt lezen en schrijven. Dan gaan we naar de gemeentes. Dan gaan wij vragen of ze zien dat mensen niet kunnen lezen en schrijven, want de meeste mensen verbloemen dat. Ze kunnen nu terecht bij de bibliotheek. Kunnen ze leren schrijven en lezen. Gewoon naartoe gaan. Niet voor schamen, want er zitten nog meer mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Ik bouw langzaam een beetje op hier. En nu voel ik mij goed. En nu gaat stappen vooruit. Ik ga hier ook goed vooruit met lezen. Ik ben nu gelukkig zo. Dit was weer ons WSD-journaal. Fijn dat jullie hebben gekeken. En tot de volgende keer.